Dames en heren, goedemorgen. Ik ben ongelooflijk blij u in met zoveel hier te zien. Naar aanleiding van de terugkeer van het zelfportret. Dat doet mij buitengewoon veel plezier, bijna even plezier als de terugkeer zelf. We hebben hier een keuze moeten maken. Ofwel maken we het helemaal donker, maar dan heeft u geen lucht. Ofwel laten we toch een beetje van de ramen vrij, zodat u kan ademen. Ik denk dat het goed is dat we voor het tweede hebben gekozen. De lezing duurt ongeveer een half uurtje. Restauratie is uitermate technisch, dus ik ga u die details proberen te besparen. Maar u vooral eigenlijk te informeren over de problematiek en over de keuzes die we hebben moeten maken. En ik ben eigenlijk mijn dag al slecht begonnen, want ik was daar straks in het museum. Ik stond naast de meneer die mij niet kende en die zei, ik zie eigenlijk geen verschil. En ik dacht, non de Dieu. Geen verschil. Oké. Maar dan heb ik even nagedacht en dan eigenlijk laat dat zien hoe knap het werk van de restauratrice is geweest. Maar ook laat het zien dat we eigenlijk nog heel veel van de originele verf, van het oorspronkelijke schilderij, bewaard hebben. Dus 10 minuten later was ik content. Het zelfportret, u kent het allemaal en ik ga u toch even heel kort door de geschiedenis leiden. Het is gekocht door het Rubenshuis in 1972. Dat was een periode, een tijd, dat een museum zoals het Rubenshuis of andere Vlaamse musea nog competitief konden opereren, min of meer competitief, op de internationale kunstmarkt. Die tijd is jammer genoeg voorbij. Als er vandaag een kunstwerk van Rubens of van Dijk, een topstuk, passeert, dan moeten we dat letterlijk laten gaan. Dat kunnen wij niet meer betalen. Maar in 1972 kon dat nog wel, nog net. En het is toen aangekocht voor 14,5 miljoen Belgische frank. Met een groot aandeel, een zeer groot aandeel, van de vrienden van het Rubenshuis. En sindsdien hangt het in het museum. Het schilderij heeft wat wij noemen een broken provenance. Dat wil zeggen dat we de herkomst ervan niet helemaal kunnen traceren tot het ontstaan van het schilderij. In de ideale wereld, en voor sommige schilderijen geldt dat, kunnen we een schilderij precies volgen, de hele geschiedenis, het hele traject dat een schilderij heeft afgelegd doorheen de geschiedenis. Het is dan gemaakt. En op dat moment was het daar, en dan was het daar, en dan was het daar. In dit geval weten we dat jammer genoeg niet. Het schilderij was wellicht in de collectie van Rubens, dat weten we uit archivalische gegevens. En het duikt, dan verdwijnt het van de radar. En het duikt pas terug op in het midden van de 18e eeuw. Het is dan in de collectie geweest van de hertogen van Arenberg, en later is het ook op de markt gekomen. Het Rubenshuis heeft het gekocht van een particuliere verzamelaar, een zekere Niarchos. Misschien dat die naam u nog iets zegt. Dat was een hele grote reder, een belangrijke reder en de concurrent van Onassis. Dus Niarchos, Onassis, dat waren in die tijd de tenoren op het gebied van de internationale rederij. Dus sinds 1972 is het werk hier, maar het is eigenlijk nooit grondig onderzocht. Het is nooit onder de loep genomen. En ik denk dat dat eigenlijk komt omdat er een zekere vrees bestond. Hè? Wat gaan we vinden? Hoe zit dat werk in elkaar? Dus er was een zekere pudeur en een terughoudendheid om werkelijk, zoals we nu zouden zeggen, tot op het bot te gaan. Ik wil het schilderij ook heel even kaderen, hè? Want zoals u allen weet ondertussen heeft Rubens weinig individuele zelfportretten gemaakt, zeker als we dat vergelijken met de absolute recordhouders. Dat is Rembrandt. Hè? Rembrandt schilderde, tekende en etste bijna 80 zelfportretten. Dürer kwam een aardig stukje in de buurt, maar Rubens heeft er heel weinig geschilderd. Ik laat ze even aan u zien.
Dit zijn de vier individuele zelfportretten van Rubens die in de wereld bewaard zijn gebleven. We hebben het uiterst linkse, toont hem zonder hoed. Het enige schilderij waar hij zichzelf heeft voorgesteld zonder hoofddeksel. Het is geschilderd circa 1615 en dat zit nu in Italië. Het tweede schilderij heeft hij gemaakt in opdracht. In opdracht van de Engelse koning. En dat is nou zo'n schilderij met een unbroken provenance. We weten dat het op dat moment in Engeland is aangekomen voor de koning en dat het daar altijd is gebleven. En nu zit dat schilderij in de collectie van de Engelse koningin. Het is een heel representatief schilderij. Rubens laat zich daar zien als een succesvolle zakenman, als een heer van stand, niet als schilder. Hij beeldt zich nooit af met het gereedschap van zijn stijl. Geen schildersborstels, geen palet, geen schilderstok, maar als een heer. En als u heel goed kijkt, dan zie je dat hij heel subtiel, bijna met enkele hoogsels, een gouden ketting heeft geschilderd. Je ziet het verschijnen aan zijn hemd. Ziet u dat? Het zit ongeveer hier. Heel discreet. En die gouden ketting was eigenlijk een eerbetoon van een vorst aan een grote kunstenaar. Dus Rubens laat dat toch even zien tot welke hoogte hij is gestegen. En dan heb je het zelfportret in het Rubenshuis. Dat het meest informele, dat kunt u zelf zien, het meest informele is van de vier. Ik kom daar straks nog even op terug. Het laatste zelfportret, ten slotte, is het enige dat op doek is geschilderd. Alle andere zijn op paneel. En het laatste zelfportret is ook een beetje groter. Het is een portret in 3/4, waar hij eigenlijk min of meer terugkijkt op zijn grote, grote carrière. De zuil op de achtergrond geeft het portret een beetje structuur, maar verwijst ook naar een stoïsche deugd. Rubens was een stoïcus en die zuil die verwijst naar standvastigheid. Rubens is altijd een standvastig man geweest. Dat heeft hij zijn hele leven, heeft hem dat kracht gegeven. Maar ook hier zie je duidelijk die verwijzingen naar succes en naar grootsheid. Hij poseert ook niet voor niets met een zwaard, met een rapier. En eigenlijk mochten alleen aristocraten, echte grote, hoge heren een zwaard dragen. Dat zijn de vier individuele zelfportretten. Hier ziet u die ketting beter. En dan ga ik even terug naar het zelfportret van de Engelse koningin. Wat Rubens hier eigenlijk heeft gedaan, is hij heeft zijn eigen zelfbeeld, de manier waarop hij wilde gezien worden, geregisseerd. Dit is wat hij wil zijn en dit is ook wat hij ons toont. Het is misschien een beetje complex uitgelegd, maar op dat schilderij staat een signatuur en dat leest Se ipsum expressit, zoals hij zichzelf uitdrukt. Met andere woorden, zoals hij wil dat jullie hem zien als een grote meneer, als een heer van stand. Het is dus een representatief portret dat hij ook bijna als een selfie heeft gecommercialiseerd en de hele wereld heeft rondgestuurd door het in print te brengen. Dus dat is de officiële beeldenis van Rubens die door Europa is gegaan. Zodat iedereen hem kende, zodat dat gezicht vertrouwd was. Het is een heel vroege vorm van wat wij nu inderdaad een selfie zouden noemen. Zijn officiële portret. Naast die individuele zijn er ook enkele groepsportretten. Het vroegste is dit. Dit heeft hij geschilderd in Italië. U weet allemaal dat hij lange tijd in Italië heeft gewerkt. En het toont Rubens in het gezelschap van enkele Italiaanse wellicht vrienden. De meeste van die mensen die zijn niet geïdentificeerd. We weten dus niet wie ze zijn. Dit is uiteraard Rubens en dit is Justus Lipsius. Dat was een Leuvense professor, ook een stoïcus. Dus een vriend en inspirator van Rubens. En op de achtergrond hier zien we Mantua.
zijn huwelijksportret. Een van de mooiste en ja, toen in die tijd meest revolutionaire portretten geschilderd. Het toont Rubens opnieuw, al heel vroeg, als een heer van stand, niet als een schilder. We zien hem hier afgebeeld met zijn eerste vrouw. Rubens is op dat moment 31, zijn vrouw 18. Een dame van stand, goedenhuizen, humanistische familie. Haar ouders zaten in het Antwerpse stadsbestuur enzovoort. Rubens toont zich hier gekleed naar de laatste mode en ook al heel vroeg met die rapier, hè, met dat zwaard, het teken van verhevenheid, van ja, aristocratische aspiraties en van succes. Het was een portret dat hij heeft gemaakt voor zijn schoonouders. Het was dus semi-publiek. Mensen die bij de schoonouders van Rubens op bezoek kwamen, kregen dit portret te zien. Maar het was natuurlijk niet om publiek te bewonderen. Dit, alweer een groepsportret met enkele vrienden. Hier laat eigenlijk Rubens zien wat zijn intellectuele ambities zijn. Want hij toont zich in het gezelschap van de ideale humanistische kring. Hier is Jan van de Wouwer voorgesteld, Jan Woverius, een vooraanstaande Antwerpse humanist. Dit is Rubens zelf, dit is zijn broer Philips en dit is opnieuw Justus Lipsius. En ze poseren tegen de achtergrond van Seneca, de grote Stoïsche filosoof. En dat beeld staat nu in het half rond in het Rubenshuis. Dat was het intellectuele ideaal. Stoïsche filosofie, een filosofie die de gemoedsrust promoot, zeg maar. Als je een goed leven wil leiden, een gelukkig leven, dan komt het er vooral op aan, vond Rubens, dat je een gerust gemoed had. Dus dat laat hij hier zien. En dan tenslotte heb ik ook nog de wandeling in de tuin, hier, in de tuin van het Rubenshuis. Wellicht is dit een werk gemaakt door het atelier, maar het laat ook zien, en ik zeg daar straks nog een woordje over, dat het zelfportret in het Rubenshuis, kijk eens naar die houding van dat hoofd, als model heeft gediend voor dit schilderij. Laatste groepsportret toont Rubens opnieuw in zijn tuin met zijn tweede echtgenote en hun kindje Clara Johanna. Dit koppel had samen 5 kinderen, dat weet u allemaal. En ze zijn hier op wandel, daar in de tuin, in het Rubenshuis. En dan heb ik ook dit nog. En dan denkt u vast, ja, wat komt dit schilderij er nu bij kijken? Wel, dit schilderij heeft Rubens gemaakt in opdracht van het Antwerpse stadsbestuur. Het was bedoeld als een geschenk aan de Spaanse aartshertogen. Het heeft een tijd in het stadhuis gehangen en is dan verhuisd. Het is door de aartshertogen meegenomen naar Madrid. Gemaakt in 1609 en in 1628, toen Rubens in Madrid was, heeft hij het vergroot. En dan heeft hij zichzelf erbij geschilderd. Ziet u hem? Hier. Dit is een beetje de context. Hè. Dit zijn de beeltenissen die we van Rubens hebben, zoals hij zich in die tijd heeft voorgesteld. 4 individuele zelfportretten, enkele groepsportretten en dan dit, wat wij noemen een verdoken portret. Terug naar het zelfportret. Dit is het zelfportret voor het in restauratie is gegaan. Wat hebben we gedaan? In 2015 maakten we een tentoonstelling over Rubens Privé. Misschien hebben sommigen van jullie die tentoonstelling gezien. En dat ging over de familieportretten van Rubens. En op dat moment hebben we gedacht, kijk, is dit niet het uitgelezen moment om dat zelfportret nu eens eindelijk technisch te onderzoeken en het nu eens eindelijk te restaureren. Daarvoor zijn we hulp gaan vragen in Londen, in de National Gallery. Je ziet hier het zelfportret in de National Gallery met het hoofd van de conservatieafdeling daar. En we zijn begonnen, heel voorzichtig begonnen, met het eerste onderzoek. Hoe gaat zo'n onderzoek in het werk? Eerst en vooral kijk je met het blote oog. Als je naar de dokter gaat, die doet precies hetzelfde. Hè? Die kijkt en die observeert en ziet de uiterlijke kenmerken van een patiënt. Dan hebben we foto's gemaakt. Dit is een röntgenopname, dus radiografie. En hieruit bleek al meteen dat er geknoeid was
met de achtergrond, dus met het paneel, het medium waarop het schilderij is gemaakt. En dat zien we... Oh, sorry. Dat zien we heel duidelijk hier. Je ziet dat het schilderij op een bepaald moment een totaal andere vorm heeft gehad. Dat was een onrustwekkende vaststelling, moet ik bekennen. Wat we ook heel duidelijk konden zien, en dat was al met het blote oog zichtbaar, is dat er hier aanzienlijke schade was. Er was een barst ontstaan. Die barst die geeft vervolgens schilfering, die geeft opstuwing van de verf en uiteindelijk gaat die verf ook afbrokkelen. In de National Gallery bleek dat er absoluut niet genoeg tijd was om, het hele, om de hele restauratie te voltooien voor Rubens Privé, dus voor onze tentoonstelling. En dan hebben we met tegenzin besloten om de restauratie in tijd uit te stellen. Het schilderij is dan teruggekomen naar Antwerpen. Het is opgevoerd, het is getoond in de tentoonstelling Rubens Privé in ongerestaureerde conditie. En dan zijn we eigenlijk min of meer opnieuw begonnen, vertrekkende van wat we in de National Gallery hadden geleerd. En we hebben het schilderij naar het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium gebracht in Brussel. En hier zien we het staan tussen de Dulle Griet uit Maier van den Berg en het schilderij dat nu opnieuw prijkt in de Carolus Borromeuskerk in Antwerpen. En hier staat het ongerestaureerde zelfportret. De redenen voor de restauratie waren heel duidelijk. Als u mij vraagt, was het schilderij in gevaar, hè, was er risico, dan moet ik eerlijk antwoorden, nee, dat was er niet. Maar wat wel heel duidelijk was, is dat de oorspronkelijke verf, de hand van de meester, totaal aan het oog werd onttrokken door een enorm storende vernislaag. Die vernislaag die ziet u hier. Eigenlijk ging het hele schilderij verloren achter... Ja, je kan het misschien vergelijken met kijken naar iets dat achter een dikke plastic zit. Een doorschijnende plastic, waardoor je eigenlijk heel ver... Van de oorspronkelijke verflaag komt te staan. Het weerspiegelde. En die vernislaag die heeft ook nog andere geheimen prijsgegeven. Daar ga ik zo dadelijk iets over zeggen. Wat gaat men dan doen? Wel, ik sprak al, men observeert met het blote oog en vervolgens gaat men stelselmatig technisch onderzoek uitvoeren. Men maakt dus foto's die er eigenlijk op neerkomen dat je door de diverse verflagen heen kijkt. Radiografie, infraroodreflectografie, UV-fotografie en digitale microscopie. Opnieuw, eigenlijk een beetje wat men in een ziekenhuis doet. Hè. Men maakt dus een diagnose van wat men ziet bij de patiënt. Men maakt ook, of men doet ook, laboratoriumanalyses. Ik ga ze niet voor u oplezen. Kijkt u zelf. Zeer gedetailleerd, zeer ingewikkeld ook. En de resultaten daarvan worden telkens besproken in groep. Kijk, wat zien we? Wat leren we? En vooral, hoe gaan we daar nu mee om? Wat doen we met die informatie? Opnieuw, radiografie. Je ziet helemaal links het portret zoals het eruit zag. Hier zie je de loodwaarden, calcium, kwik, zink, titanium, mangaan en ijzer. En telkens opnieuw worden die elementen grondig geanalyseerd. Hè. Wat betekent dat? Titanium bijvoorbeeld komt alleen voor in de 20e eeuw. Dus we weten al, als we dit zien, dan weten we al dat dit in de 20e eeuw, dus nog niet zo lang geleden, is bijgeschilderd. En dit zink is vooral iets dat gebruikt werd in de 19e eeuw. Dus deze partijen, die kleine stukjes hier, zijn wellicht 19e eeuws. En telkens zie je ook het geknoei, want zo mag ik het eigenlijk noemen, met de drager. Deze foto spreekt eigenlijk boekdelen. Al het rode is
door Rubens geschilderd. Dat is de oorspronkelijke verf. Al wat daar rond zit, hier, zeker hier, is dat niet. Dus eigenlijk zijn de voornaamste partijen van het zelfportret, met name het gezicht, bijna integraal bewaard gebleven. Ik wijs hier nog eens op. Het blauwe, titanium, 20e eeuw, zink, 19e eeuw, lood, het rode, 17e eeuw. En dit beeldje, dit plaatje, geeft een idee van de retouches. Dat is heel wat. Op bepaalde plekken heeft de restauratrice meer dan 11 lagen overschildering gevonden. Die je dus in de loop van de tijd, in de loop van de geschiedenis van dat schilderij zijn opgezet. Het gaat daarbij over echte retouches en overschilderingen en over half transparante overschilderingen die veel minder ingrijpend zijn. Dus je ziet, men maakt in een restauratieatelier eigenlijk een gigantisch archief met beeldmateriaal dat ons eigenlijk maximale informatie geeft over de actuele toestand van een schilderij, het aantal overschilderingen, de plaatsen waar die overschilderingen zijn gebeurd. En men speurt natuurlijk daarbij in de allereerste plaats naar de originele verf. En dat was ook in onze grote vrees. Wat vinden we nog van de verf van Rubens, de verf die door Rubens is gebruikt? En gelukkig was dat heel wat. Ik zeg hier nog iets over de formaten. U heeft er geen idee van hoeveel er met een schilderij kan gebeuren, wat er met een schilderij allemaal wordt aangevangen. Het schilderij is in de loop van zijn geschiedenis ettelijke keren van formaat veranderd. Dat zijn dingen die men nu niet meer zou doen. Maar in die tijd, of in bepaalde tijden, werd daar eigenlijk heel nonchalant mee omgesprongen. Wellicht is het schilderij regelmatig van formaat aangepast, naar gelang het van eigenaren veranderde. Dus mensen vergroten of verkleinen of maakten er zelfs een ovaal van naar eigen goeddunken, omdat het op die of die plaats moest hangen, omdat het in een bepaalde lijst moest passen of om welke redenen dan ook. Dus het is continu eigenlijk aangepast. 1765 was het een stukje groter. Hier zien we, dit is het originele formaat, of het formaat zoals het ook nu is. Hier ziet u het spel met de ovalen. 1956, deze afmetingen. Die afmetingen die hebben we geleerd, die hebben we opgepikt uit archivalische documenten. Als het op de markt komt in 1765... dan had het deze afmetingen. Dus er is ongelooflijk veel aan gewijzigd. En natuurlijk, bij elke ingreep, zeker als er verzaagd wordt, leidt het schilderij schade. Dat hoef ik u niet uit te leggen. Dus ontzettend afgezien. En hier ziet u het in het kiek met Marianelle Mouffe, de restauratrice, die het schilderij uiteindelijk heeft gerestaureerd. Op de achtergrond, tussen haakjes, een portret door Rubens geschilderd, het is een foto uiteraard, van zijn broer Philips. En daar, met dat schilderij, is ons zelfportret zeer goed te vergelijken. De vergeelde vernislagen. De partijen zonder vernis. Dus u ziet, dat is een enorm verschil. Ik zei u al dat die vernislaag ons ontzettend veel heeft geleerd. En ik zei ook in het begin dat er eigenlijk geen direct gevaar was. Wel, ik moet mezelf tegenspreken. In de loop van het onderzoek en de analyses van de diverse vernislagen is gebleken dat één van de vernislagen lijnolie bevatte. En lijnolie heeft de eigenschap om te verharden. Dus het was de hoogste tijd, het was eigenlijk 11:55, als ik het zo mag zeggen, om die vernislaag eraf te halen. Want als we langer hadden gewacht
En het gaat natuurlijk niet over dagen of weken of maanden. Maar als we een paar jaar langer hadden gewacht, dan was die vernislaag zo hard geworden, zo dusdanig verhard, dat ze nooit meer zou zijn losgekomen. Tenzij door zeer invasieve ingrepen, waardoor ook de originele verf zou meekomen. Dus dat is iets dat we eigenlijk niet wisten, maar dat uit het technisch onderzoek is gebleken. Hier laat ik nog even de retouches zien. Dit vinden we, of vond de restauratrice bij het wegnemen van de vernislagen. Dit zijn dus plekken, gaten eigenlijk, lacunes noemt men dat, waar de verf compleet verloren was gegaan. Net zoals hier. En hier. En hier zie je een plaatje met de diverse stadia van de restauratie. Helemaal in het begin, linksboven. Een stadium verder. Hier, met de aangezette hoeken, om het ovaal opnieuw tot een rechthoek te maken. Hier, met diverse lacunes, dus waar de verf totaal weg is. En hier, met de valse hoeken. We hebben ook lang nagedacht of we die hoeken uiteindelijk zouden overschilderen. Dat was geen gemakkelijke keuze. Er zijn restaurateurs of restauratiescholen die ervoor pleiten om dat zo te laten. Maar, zoals u zelf kunt zien, is dat enorm storend. Daarom hebben we er uiteindelijk voor gekozen om dat heel subtiel in te vullen. Dus al wat hier te zien is, is eigenlijk door de restauratrice geschilderd. Dus deze hoeken, deze hoek en deze hoek. En als u straks misschien nog eens gaat kijken naar het zelfportret, dan we hebben dat zo gedaan, zodat je het nog altijd kan zien met het blote oog. Dus als je even met je hoofd speelt, dan is in scheerlicht zeer goed te zien dat het portret ooit een ovale vorm heeft gehad. Die bijschilderingen die zijn ook wat men noemt reversibel. Dat kan er dus heel gemakkelijk worden afgehaald. Dat is uitgevoerd in waterverf. Dus alles wat men nu doet in de 21ste eeuw moet ook onmiddellijk door een andere restauratie kunnen worden gewijzigd. En hier nog enkele details van de mond. Zoals het was, met enkele lacunes en de mond zoals het er nu uitziet. Nog een detailopname, ook genomen en cours de route, op het moment dat de restauratie aan de gang is. Dus kijk, we zitten hier nu, ik was bij het detail, dacht ik, en je ziet hier die enorm storende breuklijn die lacunes heeft veroorzaakt en die dus nu heel kundig is gemaskeerd. De lacunes in de lippen. Maar vooral is heel zichtbaar dat je die gele vernislaag, die gevaarlijke vernislaag is eraf gehaald. En we zitten veel, veel, veel dichter op de huid van de schilder. Letterlijk, hè. Je ziet zijn verfstroken, je ziet eigenlijk zijn borstelstroken. En dat is iets dat vooral de restauratrice enorm heeft gefrappeerd. Het is heel duidelijk. Die vrouw heeft er maanden met haar neus bovenop gezeten. Het hele proces in totaal heeft 13 maanden geduurd. Daar hebben meerdere mensen aan gewerkt. Ik denk vooral aan de technici en één restauratrice. En wat haar zo sterk is opgevallen, is het gemak en de snelheid waarmee Rubens schilderde. Geen enkele aarzeling, alles pats. Direct op het paneel, met heel weinig verf. Hè. En dat is eigenlijk een soort van eigenschap, zeg maar, van de allergrootste schilders. Dat je heel weinig nodig hebt, letterlijk heel weinig verf nodig hebt, om te komen tot maximale suggestie. En dan hier, misschien, soms denk ik als liefhebber van Rubens en als kunsthistoricus ben je veel te gemakkelijk, enthousiast. Maar ik denk dat je zelfs die kleine details die je hebt gewonnen, hè, dat je, als je nu weet dat dit hier
dat was voorheen niet te zien. Hè? Die subtiliteit van zijn hemd. Die rode strepen van zijn wambuis, wel, dat alles samen geeft het schilderij eigenlijk meer relief, meer diepte. En het laat ook zien, en dat wisten we eigenlijk min of meer, dat het schilderij zeer schetsmatig is opgezet. Het is zeker geen afgewerkt portret in de letterlijke betekenis van het woord. Daarvoor heeft Rubens te veel gesuggereerd. Zijn gezicht is afgewerkt, maar alles wat eronder zit, zijn buste, dus eigenlijk niet. En dat sterkt eigenlijk ons vermoeden dat het schilderij in de eerste plaats is gemaakt voor eigen gebruik. Dus om in het Rubenshuis te hangen en eventueel, en dat heeft hij ook gedaan, en eventueel te gebruiken als model in het atelier. Zijn medewerkers hebben dit portret effectief gebruikt voor het maken van andere portretten, met name ook die groepsportretten die ik u heb getoond. Dus het meest informele van de vier en misschien juist om die reden ook het werk dat het beste past in de verzameling van het Rubenshuis. En dit is de dame Marianelle Mouffe van het KIK die de restauratie heeft uitgevoerd. Ik denk dat deze foto passend is om te besluiten. Ik kan u niet genoeg vertellen hoe blij ik met deze restauratie ben, hoe trots ook op Marianelle. Zij heeft 13 maanden met haar neus bovenop het schilderij gezeten en ik kan u vertellen dat de laatste maand was bikkelhard, want dan moet je de definitieve keuzes maken. Waarbij je moet opletten dat je niet te ver gaat, dat je niet te veel wegneemt en dat je niet te veel toevoegt. En wat zij vooral heeft betracht, is het schilderij te laten, wat zij ons wil laten zien, is de oorspronkelijke verf, de oorspronkelijke verfstreek van Rubens. Zonder toevoegingen, zonder trucage. Het enige dat we daar hebben op toegegeven is, zoals ik al zei, hier. En zelfs vanuit uw positie, denk ik, kan u zien dat we dat zichtbaar hebben gelaten. Ik heb de timing gehaald. Ik denk dat we misschien nog heel even tijd hebben voor vragen, mochten die er zijn. Dan wil ik die graag proberen te beantwoorden. Wie begint? Meneer. Ik vraag niet naar formaat, maar naar formaat maken, dat het dan bewust zijn. Ik heb uw vraag niet helemaal verstaan. Verandering van formaat, ja? En met name dan een ovaal kan maken, was dat op de rugzijde niet te merken? Op de tegenzijde? Dat is een heel goede vraag. Om het niet complexer te maken dan het al is, heb ik eigenlijk de problematiek van de drager gewoon overgeslagen. Misschien had ik dat niet moeten doen. Ik had u ook een foto moeten tonen van de achterzijde van het schilderij. En dan zou u gezien hebben dat het schilderij geparketteerd is. Dus er is een parketage opgezet, dat is een lattenstructuur die het paneel zelf versterkt. Bovendien heeft men ons eigenlijk een beetje misleid. Hè? Dus de vorige restauratoren hebben ons behoorlijk misleid in die zin dat er langs alle kanten van het portret heel fijne eiken latjes waren opgezet. Waardoor we dus eigenlijk de eigenlijke drager niet konden zien. We konden ook geen dendrochronologie uitvoeren. Hè? Dat is een studie van de jaarringen van het paneel. En die studie die helpt ons bij het dateren van een werk. Dat kon dus allemaal niet. Dat zat allemaal netjes verstopt. En eigenlijk toch ook een beetje om het oog te bedriegen. Dus nee, dat wisten we niet. En wat we nu hebben geleerd, is dat de drager waarop het nu, de verflaag, nu vastzit, is niet de oorspronkelijke drager. Dus op een bepaald moment is het paneel, het dikke eikenpaneel, afgedund. Dat is iets dat men deed in de 19e eeuw. En in een latere fase is het zelfs overgebracht op een composiet, dus op een samenstelling van nieuw hout. Nog vragen? Aarzel niet. Oh.
onder dat andere restauraties? Wel, ja, ik denk dat het de plicht is van elk museum, van elk goed museum, om de collectie goed te bewaren en om de kunstwerken in de best mogelijke conditie te tonen. Dat moeten we doen uit zelfrespect, maar in de eerste plaats uit respect voor de kunstenaar die het werk heeft gemaakt. We hebben heel binnenkort, hopen we u, een ongelooflijk mooie nieuwe aanwinst voor te stellen. Een werk van Antoon van Dijk, een vroege van Dijk. Geschilderd op het moment dat hij in het atelier van Rubens werkte. En dat schilderij is nu in restauratie in datzelfde kik. En met een vergelijkbare problematiek, dus ook geparketeerd. Een parket belemmert vaak dat het paneel kan leven. Je weet allemaal, hout krimpt en zet uit. Het parket is er eigenlijk opgezet om het paneel te versterken, maar tegelijkertijd stopt het, en ik overdrijf nu misschien een beetje, een paneel ook in een korset, zodat de planken niet weg kunnen. En als een plank niet kan uitzetten en krimpen, dan ontstaan er barsten. En die barsten die tonen zich onvermijdelijk op een bepaald moment ook aan het verfoppervlak. Dus dat is, om te antwoorden op de vraag van meneer, dat is inderdaad de problematiek die we nu hebben gevonden bij die Van Dijk. En we hebben besloten om die parketage eraf te halen. Iets dat zeer, zeer, zeer zelden wordt gedaan. Dat is een nieuwe techniek die uit Engeland is overgekomen. En waarbij eigenlijk de 19e-eeuwse parketage wordt vervangen door een hele fijne lattenstructuur die toelaat, ik overdrijf nu expres, om het, die laat eigenlijk toe dat het paneel bijna kan dansen. Het zit zo vrij, er is ondersteuning, er is hulp, er is structuur, maar zo los en zo soepel dat het hout kan uitzetten en krimpen naar gelang de klimatologische omstandigheden. Dus daar zijn we mee bezig. Wij zouden ook heel graag de kunstkamer van Cornelis van der Geest, dat is dat schilderij dat u achteraan rechts ziet in deze kamer, restaureren. Het hangt nu in de kunstkamer. Ook een problematisch schilderij. En dan tenslotte een andere ambitie is de Rubens, de onafgewerkte Rubens in het groot atelier. Een schilderij dat hij heeft gemaakt voor Maria de Medici. En dat toont een fragment uit het leven van de echtgenoot van Maria de Medici, de Franse koning Hendrik de Vierde. Ook dat werk zouden we op termijn heel graag laten restaureren. Maar het is waar dat misschien dat werk heeft in 72 ongeveer 150.000 euro gekost. 14 miljoen? 14 miljoen Belgische frank. Hoeveel kost zo'n restauratie nu, dat niet indiscreet is? Die restauratie, zoals ik al zei, de periode dat in de National Gallery is geweest, niet meegerekend. Dat niet meegerekend. De National Gallery heeft dat uit partnership, zeg maar, gratis gedaan. Maar dus het hele proces in Brussel heeft om en bij de 31.000 euro gekost. Dat is een fors bedrag. Maar ik garandeer u ook, dat is eigenlijk behoorlijk weinig. Wat daar natuurlijk niet in zit, en dat moeten wij ook niet betalen, zijn de werkuren van al die technici, en dat zijn specialisten, die aan het portret hebben gewerkt. Want die werken in dat instituut, dus die salarissen die zijn daar niet in verrekend. Dus in die zin is dat een prikje, om het oneerbiedig te zeggen. Meneer? Ik ben geen expert, wel een bewonderaar. En ik zou u eigenlijk willen zeggen, dank u wel voor de eenvoudige, duidelijke uitleg. Nu snap ik ook beter wat ik mij straks mag verwachten. Wel, dank u wel. Dank u wel. Rest mij nog om u allemaal te bedanken voor uw komst. We geven het schilderij terug
aan de Antwerpenaren, maar ook een beetje aan de wereld. Ga misschien nog eens kijken in het Rubenshuis. Geniet even van de tuin, maar geniet vooral van het mooie lenteweer. Dank u wel.